De term een toontje lager zingen krijgt bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan een hele andere dimensie. Eind mei mogen de deelnemers hun kunsten vertonen, maar intussen wordt een andere groep de mond gesnoerd, de critici van het bewind. Wij spraken met een van hen, de onderzoeksjournaliste Imailova. Zij schrijft kritische artikelen over de handel en wandel van president Aliyev en zijn familie. En op 7 maart, een paar weken geleden, ontving ze een pakketje. It was a package with a short note saying that I should behave or I will be defamed, and 6 pictures showing me engaged in sexual relationship. You whore, behave or you will be defamed. Azerbeidzjan deed pas voor de 4e keer mee met het Songfestival en toen won het ook nog vorig jaar in Düsseldorf. Dus zodoende vindt het Songfestival dit jaar plaats in Azerbeidzjan. Maar Azerbeidzjan is geen gewoon Europees land. Sinds het onafhankelijk werd na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, wordt het land aan de Kaspische Zee geregeerd door de familie Aliyev. De huidige president Ilham Aliyev nam het stokje in 2003 over van zijn vader. In het parlement zijn bijna alle 125 zetels in handen van de regeringspartij van Aliyev. He is democrator. He's what? Democrator. That's a new term that is being used for dictators pretending democrats. De rapper Kamal Ali werd onlangs opgepakt en verdween 10 dagen in de cel. He was bound to chair in the police station and they've been beating for hours to his heels because as he was told by those who were beating him, they wanted to give him a lesson. D66er Gerben-Jan Gerbrandy bezoekt deze week Azerbeidzjan, onder andere om politiek gevangenen te bezoeken. Ook hij is verbijsterd over de chantage van journalisten in dat land. Het is natuurlijk een afschuwelijk voorbeeld van de wijze waarop het regime van president Aliyev tekeer gaat. Zij geven totaal geen ruimte aan de oppositie. Er is een paar maanden geleden ook nog een demonstratie. Ontzettend veel mensen opgepakt. Een vredelievende, rustige demonstratie. Veel mensen opgepakt. Daarom wil ik die politiek gevangenen ook bezoeken. Om ze daarmee te steunen en ook te laten zien aan het regime dat wij daar vanuit hier het absoluut niet mee eens zijn. En ik vind ook dat dat moet verbeteren. Sietse Bakker, hij is event supervisor van het Songfestival dat wordt gehouden onder de vlag van de EBU, de samenwerkende Europese publieke omroepen. Heeft de EBU zichzelf de vraag gesteld of ze in een land zoals Azerbeidzjan eigenlijk wel een Songfestival willen houden? Nou, het Eurovisie Songfestival is een niet-politiek evenement. Dat is al 56 jaar zo en dat willen we ook graag zo houden. De EBU is ook geen mensenrechtenorganisatie, maar wel een mediaorganisatie. En mediavrijheid staat dus wel degelijk hoog op de agenda. EBU is allowing the government of Azerbaijan, Aliyev's family, to build their propaganda on Eurovision Song Contest. And they are being pathetic speaking that the politics is not involved into Eurovision and there should be no politics out of it. And it would be great if singers would sing for democracy, or singers would go to political prisoners' families and show their support to them. Kijk, wij hebben regels wat betreft wat je op het podium mag doen. En wij zeggen op het podium staan wij geen politieke boodschap toe. Dat weet je als deelnemer, dus je gaat ook akkoord met die regels. Maar wat je daarbuiten doet, hè, wat je in het perscentrum doet, wat je op straat doet, dat is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. En daarnaast respecteren ook wij vrijheid van meningsuiting, is een groot goed. En als er artiesten zijn die hier een mening over hebben en die mening willen uiten, dan staat ze dat natuurlijk vrij om te doen. Azerbeidzjan investeerde het afgelopen jaar veel geld in de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival. Dit theater, het zogenaamde Crystal House, wordt speciaal voor het muziekfestijn gebouwd. Maar de Azeri zelf hebben er weinig aan, meent Kadisha Ismailova. My colleagues in Radio Free Europe investigated and found out that 400 million euros has been spent on preparation to Eurovision. And that's enormous spending. Enormous spending. And it's a, you know, it's like there is a big party in your backyard and
Some people are using your silver, destroying your garden, like taking everything in your house and holding, like they are enjoying their time, but you are not even invited to this party. And this, with this, the Eurovision failed to give opportunities to ordinary Azerbaijanis. Khadija Ismailova was de afgelopen week in Brussel om bij de Europese Commissie aandacht te vragen voor haar strijd. Ondanks de bedreigingen en de chantage en de seksvideo laat ze zich niet afschrikken. Where were these pictures taken? In my bedroom. In your own bedroom? In my own bedroom, yes. They, basically it was like, they were in my bedroom, yes. They planted a camera in my bedroom and they've been filming me, and it was like not like it was long-term surveillance as I could see. And then the video was out, and because I didn't shut up. And I know for sure that presidential administration sent out orders to newspapers and media outlets on their payroll to be part of this smear campaign and to publish stories defaming me. In de afgelopen 2 jaar werden 2 andere journalisten en een uitgever van een krant ook met een verborgen camera gefilmd terwijl ze seks hadden. Die beelden verschenen zelfs op de televisie. Een collega van Khadija werd in 2005 voor de deur van zijn appartement vermoord. Ook hij was kritisch ten opzichte van het regime van Ilham Aliyev. I don't control their desire to kill me or do something to me, and I don't control their means. Why would I be worried about it? It's not under my control. I mean, what they expect me to do, to live the life they expect me to live. Well, I don't want it. It wouldn't be my life. De finale van het Songfestival wordt gehouden op zaterdag 26 mei. Nederland kan zich daarvoor kwalificeren in de tweede halve finale op donderdag 24 mei.